Dit filmpje van het digitale klaslokaal gaat over Keno. Wij gebruiken het woord Keno vaak niet op een positieve manier. Als iemand over een vrouw zegt dat is ook een Keno zeg, wordt daar meestal mee bedoeld dat een vrouw een manwijf is. Van oorsprong is het eigenlijk helemaal geen negatief woord. Er wordt eigenlijk mee bedoeld dat een vrouw haar mannetje staat. Het woord Keno stamt af van de naam van Keno, Simons dochter Hasselaar. Toen zij gevochten zou hebben tegen de Spanjaarden met een vrouwenleger, zou er gezegd zijn: die vrouwen lijken net mannen, moet je zien hoe ze vechten. Nadat Keno's man was overleden in 1562, nam Keno de scheepswerf en houthandel van haar man over. Ze was een felle tante. Als iets haar niet zinde, liet ze dat merken. Ze heeft dan ook verschillende keren een rechtszaak tegen iemand aangespannen. Keno stond niet bekend als een zachtaardige vrouw. Het was, zoals we wel noemen, een haaibaai. In die tijd hadden vrouwen nog weinig te vertellen. Ze zorgden eigenlijk alleen voor het gezin of ze hielpen mee met de dagelijkse gang van zaken. In 1572-1573 wilde Nederland onafhankelijk zijn van de Spanjaarden. Het was de tijd van de Nederlandse opstand. De Spanjaarden hadden de stad Haarlem afgesloten. Niemand kon er meer in of uit. Keno besloot er iets aan te doen. Ze riep vrouwen op om niet langer af te wachten, maar zelf het heft in de handen te nemen. Zo sprokkelden ze 300 vrouwen bij elkaar en vocht ze daarmee tegen de Spanjaarden. Keno heeft echt bestaan, maar het verhaal dat zij een vrouwenleger van wel 300 vrouwen samengesteld zou hebben en daarmee tegen de Spanjaarden gevochten zou hebben, is niet helemaal waar. Het was uitzonderlijk voor een vrouw dat zij zich zo inzette tegen de Spanjaarden. Ze gedroeg zich eigenlijk meer als een man. Het verhaal werd iedere keer een beetje meer aangedikt. Keno zou steeds meer heldhaftige dingen gedaan hebben en werd uiteindelijk een heldin. Wil je meer filmpjes zien? Ga naar www.maaikezijn.com of bezoek mijn YouTube-kanaal.